hebben jouw verslaggevers er ook heel veel last van? Van het, ik zeg het nu even, heel in het algemeen toenemend aantal incidenten. Ik zit een beetje op de lijn van Sam, net. Die zei van ja, het hoort er een beetje bij. Laat ik vooropstellen. Ik vind elke vorm van agressie tegen journalisten of eigenlijk tegen wie dan ook, vind ik eigenlijk afschuwelijk en het hoort niet en ik heb er helemaal niks mee. Tegelijkertijd, wij zijn in sommige gevallen ook een heel vervelend volkje, journalisten. Bijvoorbeeld, je haalde dat ventje aan van, wat was het, geen stijl van Pound, weet ik veel. Ja, als zo'n zuiger voor je gaat staan en eigenlijk dingen wil uitlokken, dan vind ik het niet goed dat er, het is totaal geschift om met je auto erop in te rijden of om een schop te geven. Maar ze zijn ergens wel op uit, is mijn gevoel. De Pound-journalist of de geen stijl-journalist. Dus nogmaals, dat praat het niet goed. Maar ik vind dat journalisten ook wel naar zichzelf mogen kijken in sommige gevallen. Dus duidelijk, ik ben tegen elke vorm van agressie. Maar ik vind journalisten mogen ook wel eens de hand in eigen boezem zetten. En bijvoorbeeld rekening houden met privacy, waar we het net over hadden. Nou, daar hadden we het net over. Dus ja. Inderdaad, dat in sommige gevallen moet je zeggen, oké, even niet nu. Nee. Goed, maar zou het ook kunnen zijn, nu je dat zegt, misschien is het helemaal niet waar, komt het uit de lucht vallen, maar jij en Sam, allebei, bij de commerciëlen. Wacht even. Commerciëlen, daar kan ik niks mee. Nou, sorry, in tegenstelling tot de NOS, de staatsomroep, dat is ook niet waar, maar ik probeer het even tegen elkaar te zetten. Nee, maar precies. Nee. Zou er een verschil kunnen zijn in de bejegening van het publiek? Absoluut. Oh, nou, ja, ik ben blij dat je me nu plotseling... Nee, maar het is heel vervelend. Maar inderdaad, omdat de NOS met publiek geld wordt gefinancierd, is het in de ogen van een bepaald deel van de bevolking, is het verdacht, omdat die elke vorm van staat verdacht vinden. Dus het is heel irritant voor de collega's van de NOS. En echt verwerpelijk dat die keer op keer zich moeten verdedigen en onheus worden bejegend. Alleen maar omdat ze uit publieke middelen worden gefinancierd. Hebben wij veel minder last van. Zie jij dat ook? Ja, ik denk echt dat het zo is. We hebben het natuurlijk in de loop der jaren daar wel vaker over gehad. Maar dat horen we ook van onze verslaggevers. We hebben er echt veel meer last van. Intimideren, lastigvallen, ook in de zin van incidenten zoals jij net beschreven. Dus je bent bij een heel, heel normaal onderwerp en mensen proberen je camera te jatten of tegenaan te schoppen of tegen auto's te pissen of tegen auto's te schoppen of uit te schelden. Een eindeloos je filmen, echt intimiderend op sociale media. En ik denk dat het richting de publieke omroep veel meer plaatsvindt dan richting niet-publieke collega's. Het woord commercieel zal ik niet gebruiken. Nou ja. Alles is commercieel. Nee, natuurlijk, maar je snapt in dit geval toch wel wat. Ja, ik ben er een beetje allergisch voor. Ja, blijkbaar. Ja, je begrijpt ook. Maar hoe moet ik jullie noemen? RTL Nieuws? Wat vind je daar? Nee, dat snap ik. Maar om eventjes het verschil tussen de publieke en de niet-publieke. Is dat het dan? Graag. Oké. Goed, Harm, ik zal je voortaan niet publiek noemen. Dank je, Clary. Heerlijk. Ik zal mijzelf dus helaas in dit verband een publieke vrouw moeten noemen, wat ook heel raar is. Maar, goed. Een rare avond. Marcel, een hele rare avond. Marcel, dat is ook de reden waarom jullie ook niet meer herkenbaar willen zijn als NOS en het logo van de busjes onder andere hebt afgehaald. Ja, nou ja, niet herkenbaar willen zijn, dat wil je natuurlijk eigenlijk wel. Hè? Want met open vizier strijden en zichtbaar maken daar waar we komen om ons journalistieke werk te doen. Maar dit is niet het. Maar in dit geval is er inderdaad besloten om de logo's van de busjes af te halen. Omdat wat optrad was wat ik net beschreef, maar het ging ook wel verder. Namelijk, zo'n busje rijdt op de snelweg en er gaat iemand voorrijden en die stapt boven op zijn rem. En dan rij je daar in een kleine vrachtwagen van een paar duizend kilo. En dan gaat het niet alleen om dat gebeurt of gebeurd is, maar het gaat vooral ook om de angst dat het misschien weer gebeurt. En de collega's die busjes bemannen, die trokken het gewoon niet meer. Dus toen was het van ons simpel en nu hebben we gezegd, nu is het afgelopen. En sindsdien is dat echt veel en veel minder. Wat vind jij daarvan?
Met alle begrip voor de angst, hoor. Want dat is dus ik begrijp waarom Marcel dat doet. En dat is een goede, als je goede hoofdredacteur bent, sta je voor je mensen en je probeert ze ook zo veilig. Dus heb ik alle begrip. Maar ik twijfel er wel aan. Ik ben kennelijk een wat minder goede hoofdredacteur. Ik twijfel er wel aan of ik dit zelf ook had gedaan. Want ik vind dat je altijd zichtbaar moet zijn voor wie je bent, waar je voor staat. En ondanks alle angst, dus ik snap het, het is ook geen kritiek, maar ik twijfel eraan of ik het zelf ook had gedaan. Zo genuanceerd denk ik erover. We hebben een hele poos getwijfeld voor we het zouden doen, hè? Want het is natuurlijk een soort capitulatie. Maar het klinkt als, precies, het klinkt als capituleren. Nee, maar dat klinkt niet, dat is het. Ja. Maar nogmaals, als de mensen die daarop rijden en die ergens geweest zijn en in de loop van de avond terugrijden en die gewoon in die gevallen hebben gehad, die gewoon bang zijn om hun werk te doen. Ja, dan kan ik wel achter mijn bureau zeggen dat we stoer moeten zijn. Maar zij zit in die auto. Is het ook zo dat jullie naar bepaalde dingen niet heen gaan als NOS? Omdat jullie bang zijn dat je mensen worden aangevallen? Dat komt voor. Het komt al lang voor. Hè. Dus wat we wel noemen het chilling effect op de journalistiek. Dat je dingen mijt. Dat speelt met name rond grote publieksevenementen. Van afstand filmen, niet daarin gaan. Van een hoog punt filmen. Ja, dan ben je er toch wel. Dan film je toch. Of soms ook niet gaan. Oh. Dat is ook wel. Noem eens een voorbeeld als je wil. Nou, we zijn wel. Demonstraties hier op het Museumplein, dat was natuurlijk elk zondag hetzelfde. Dus op een gegeven moment ga je ook afvragen. De coronademonstratie. Wat is de nieuwswaarde er nog van? Maar toch wilden we eigenlijk wel naartoe om gewoon te kijken wat daar gebeurt. En te kijken of we daar een onderwerp met een relevante toevoegende invalshoek zouden kunnen maken. We hebben ook wel eens besloten van we gaan gewoon niet. Daar waar je denk ik zonder de dreiging van agressie niet op die vraag gekomen zou zijn. En misschien er wel naartoe zou zijn gegaan. Ook al leidt het misschien niet tot een onderwerp. Dus het heeft maar zeker effect. Ben je niet bang voor een glijdende schaal? Je begint met je logo eraf te halen. Nu ga je al naar bepaalde dingen niet toe. Het heeft dus letterlijk effect op je journalistieke werk in dit geval. Ja, dat heeft het. Zijn er dingen waar jullie niet heen gaan, Harm? Ja, als wij iets echt nieuwswaardig vinden, dan gaan we naartoe. Dat is het enige criterium. Tegelijkertijd, als je weet dat het heel griezelig is, dan neem je, zoals mijn collega net zei, dan dek je in, je bereidt je erop voor. Maar we gaan wel. Maar het deed me denken aan wat jij nu zei, en daar schrok ik van. We hadden vorige week vrijdag een jaardag van het Genootschap van Hoofdredacteur, waar Marcel opperhoofd van is. En daar was een collega van een landelijke krant, waar ook regionale kranten aan verbonden zijn. En die zei dat sommige collega's soms maar 50% van wat ze registreren en wat eigenlijk het verhaal is, durven op te schrijven. Uit angst. En ik schrok daarvan. Ik zei, dat kan natuurlijk nooit. Dat mag natuurlijk nooit. Dus, en kennelijk gebeurt dat. En dat was voor mij wel nieuw. En ik schrok daar behoorlijk van, eerlijk gezegd. En wat Marcel nu zegt, schrik ik er ook wel van. Ik denk zeker in de regionale journalistiek op een aantal plaatsen, de collega's die daarin werken, dat die echt heel frequent met hele dreigende omstandigheden te maken hebben. Omdat ze veel dichter bij hun publiek zijn. Vaak veel bekender zijn. Wat Harm zegt, is daar de samenvatting. Maar daar waar ik daar straks nog een beetje zei tegen Rut Kronenburg van Nederland is toch wel niet te vergelijken met het buitenland. En dat blijft natuurlijk zo. Maar het wordt wel steeds erger en het komt wel steeds meer in die richting. Nou, ik weet niet of het steeds erger wordt, maar kijk, wat er erger wordt, de sociale media. Nou, het is nog nooit, sorry dat ik je, nee, eventjes, het niet erger wordt. Het is volgens mij nog nooit zo geweest dat journalisten niet opschreven wat ze te schrijven hadden of niet gingen naar plekken waar ze wel zouden moeten zijn. Nou, ik ben geen historicus, dus weet ik niet. Maar ik weet wel dat bedreigingen van alle tijden zijn. Alleen, het werd net door de wetenschap van de Erasmus Universiteit goed gezegd. De sociale, de digitale disruptie, dat heeft alles op zijn kop gezet. Dus al die idioten die maar voortdurend alle instituten ondermijnen, alles opschrijven ze denken er überhaupt niet over na. Gecombineerd met politici die voortdurend dat fake nieuws beginnen te roepen. Dat is een giftige cocktail
waar onze hele maatschappij echt door vergiftigd wordt. En dat is denk ik het grote verschil met vroeger. Maar die directe bedreigingen, ik bedoel, kogelbrieven, die kregen we ook op de redactie. Lampen met bommen erin kwamen langs, weet je, dat soort onzin. Dus, we hebben dat allemaal meegemaakt. Ja, één keer, wel goed, één lamp met één bom, maar toch. telefonische bedreigingen. Is allemaal niks meer, joh. Tegen mij zei ze ook van, een leuke jurk had je dochter aan. Weet je, ze van die gasten gewoon, ik weet waar je dochter op school zit. Dat soort gezeik. Dus dat is wel van, dat is niet alleen van nu. Het is van alle tijden, maar het lijkt erop door social media. Dat is nu wel duidelijk dat het in die zin wordt het erger. In de zin van dat het nog steeds een kleine groep is. Maar dat die wel blijkbaar makkelijker aan je gegevens kunnen komen, makkelijker bij je kunnen komen en agressiever zijn. Nou, en een sfeer op straat creëren die gewoon erg onprettig is. Onze verslaggevers mogen dan minder bedreigd worden en minder aan de oren worden getrokken dan de mensen van de NOS. Maar ze vinden het echt minder prettig en minder veilig op straat. En hebben jullie dan als journalisten en als werkgevers een idee van hoe je daar, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je daar tegenwicht aan biedt, hoe je... Ja, dat proberen we op allerlei manieren. Door het over te hebben, door het zichtbaar te maken, wat we eerder zeiden, door mensen op cursus te sturen. En door het onzichtbaar te maken ook. Nou ja, soms is het noodzakelijk om even ergens een stapje terug te doen. Ja. Maar als het gaat om te proberen het aan te gaan, de dingen die we beschreven. Maar ik ben het erg met Harm eens wat je zei over die giftige cocktail. Ik denk dat we daar middenin zitten. En dat de journalistiek daar een van de slachtoffers van is. Hè. Maar je kan het ook over de rechtspraak hebben. Of over politici misschien wel. Ja, hoewel een deel van de politici er ook doet zelf, er ook mee. Ja. Die voeden het elke dag. Ja. Hè, daar waar de politiek natuurlijk juist de journalistiek zou moeten steunen als een fundament van de democratie. Ik blijf betogen dat we het zichtbaar moeten maken. En dat de tijd achter ons ligt om dat niet te doen. Eens. Ik heb altijd wat minder woorden nodig dan Marcel, maar ik ben het eens. Nou, dat hebben we dan misschien vandaag gedaan.